Nee, dat is leuk, zeg. En dan ben ik helemaal begonnen met mijn nieuwe format. Van de steeds weer wat nieuwers. En ik kan altijd nog gekker. Het is nog meer vernieuwd. Ik had net de politie aan de deur. Ja, meneer, waar zijn we mee bezig? Mogen wij even een kijkje nemen bij u binnen? Ja, nou kom maar. Als ik de politie. Ja, ga maar kijken. Dat is mijn woonkamer. mijn studio is mijn boekenkast. Eén van mijn uh, drie boekenkasten. Vier. Ja, ja en hier uh, begint dan het zodemieteren. Daar moest de politie even voor komen kijken. Ja, meneer, we zijn even mee bezig. Zie je, ik ben uh, aan het kweken. Ja, wiet of zo. Want er is ook gezegd: het uh, wietlucht. Ik zei: ja, ik rook wiet. Dat, dat, dat koop ik gewoon. Uh. Had er geen wietlopen kweken, kom in de Ik Ben toch niet gek. <lacht> <lacht> oh, wat een gehannes is dat man. Het is niet dat ik niet kan hoor. Ik heb uh, zelf heb ik een wietplant uh, op uh, laten groeien. Maar ja, dus, uh, oh. nou te zeggen dat is zeker ik er stoned van wordt. Ja dus, uh. oh, moet je van die grote lamp hebben Piri. Ja 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 ja. En, en, ja ga er weg man. Hier is mijn elektraafdeling, snap je wel, dat gaat allemaal goed. Oh, dat was leuk, die politieagent zei nog van, ja, yeah. maar die planten, die gaan het niet meer redden. Ik zei, dat weet je helemaal niet. En dat is ook zo. Dat weet je niet. Weet jij nog of er nog leven in zit? Je kan wel zeggen, vlekken maar weg, maar dat kan altijd nog. Waarom oh, moet je lachen? wel oh, leuk zo hè? Dat is mijn balkonnetje. Daar liggen allemaal oude meuken en allemaal dode planten. Het watergeven was het probleem en dat wilde ik oplossen. Dus we hebben uh, dag gezeik met het watergeven. Dat dat moet afgelopen zijn. Dus dan zijn we begonnen met een binnenhuis. Uh, ja hoe heet dat? Een vijver, een binnenhuisvijver. Ja, ja linker soep dus, uh, er gaat wel een paar liter water in. Maar hoeveel dan eigenlijk? Want ik had het allemaal uh, afgedingest. En, uh, je, je ziet, ik, ik ben ook voortdurend bezig met zelfverbetering. Dus Kijk nou goed zien. Uh, het, dit is dus uh, uh, houtlijm, schroeven. Houtlijm of hout? Houtlijm, schroeven. Tie-wraps en punaises. Het is een kwestie van combineren. Hier zit uh, de overloop. In deel 2, en dan krijgen we daar de overloop. En die gaat naar deel 3. En deel 3 is. Uh... Ja, dat komt nog wel. Dat, uh... Maar het is even voorlopig. De, de basis van de constructie even testen. Ja. Nou, dan gaan we nu even de camera vastzetten. Want ik heb geen assistent. Het gaat altijd fout. Uh... Adam was de eerste mens en die vroeg om een assistent. En uh, nou, dat was ook niet zo leuk. Dus ik doe dit zonder assistent. Dus. Dan ga ik nu ga ik uh, 10 liter water erin gieten. Daar komt hij. Eerste golf. Tweede golf. Derde golf. Gulpkoop. -gulp. Ja, nou gaat hij lekker stromen. Ja? Ik vind het wel relaxed stromen, toch? Er valt geen druppeltje naast, hè? Zo. Die bakt er helemaal rechts. Daar is nog een probleem mee. Maar dat de, 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 de komt er wel. Die bakt er helemaal rechts. Dat moet een aquarium worden. En mijn dochter, dat is een Kanaaniet. En die zei dus gelijk. Kanaaniet. U het de Kanaan wel. Nee, dat gaat lekker. Ja, dat zullen we nog wel eens zien. Eerst zien dan geloven. is dat nou? Ja, toch. Ik ben nu even de emmer aan het vullen. Kijk, in dit soort dingen, daar vind ik dus helemaal niks. Hè? Dan sta ik daar in dat lullige arbeidersfletje, badkamertje met zo'n emmertje onder het kraantje te wachten tot mijn emmertje volletje is. Oef. Gewoon meteen uh, zwaai aan de knop. Oh, wil je even de plantenwater geven? Ja hoor. Dan ga je aan de knop, dan moet je even dat waterspiegeltje in de gaten houden en dan een kraantje dicht. Klaar. Heb je nog meer te doen? Nee, dat was het wel. Oh ja, die pizza moet nog uit de oven. Ach, wil jij dat dan ook even doen, als je toch de plantenwater geeft? Duurt lang, hè? Plaats van een emmer vol is met 10 liter water... Maar het komt hoor, het komt. Hij druppelt nog een beetje na, dat kan je zien hè. Het is nog een beetje drip, 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 ja, dat drip, 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 Link soep, oké, okay, daar gaan we weer. Ja, yeah. daddy's home. nog een keer 10 liter. Ja, yeah, we zitten nu op de 20 liter. Even kijken hoe we hebben komen. Nou, ik ga wel lekker stromen, vind ik. Ik droom er nu al van om een, een van de klein waterkevertje te zijn in deze vijvert. Oh, een heel gedoe, om hier een biotoop van te maken. Dan kan je denken, ja, je moet gaan werken met plexiglas. Ja, dan heb je een ding, heb je een ding. Ja, de, de, het punt is, uh, ik heb een hele hoop dingen, maar één ding dat heb ik niet en dat is een groot budget. Daar hou ik ook helemaal niet van, want ik, kijk eens wat ik gedaan heb met mijn miljoen dollar. Ja, dan kan iedereen het. Oh, dit kost helemaal niks Je Dit is Dus echt vurenhout, jongen. Van de houthandel Utrechtse bouwmaterialen. Oké, okay, hoe ver zijn we gekomen? Ja, en hier is iets verschrikkelijks fout gegaan. Het is, uh, dat, dat water, het water ziet er maar wittig uit. Ja, 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 ja. Maar dat komt allemaal goed. Het gaat erom dat die. Uh, kijk, kijk, kijk eens, kijk eens, kijk eens. Ja, is yes, leuk. Yes, ja, stroomt naar binnen. Ja. En dan die hele bak vol. Kijk, en hier is het dus gaan lekken, maar dat snap je ook wel. Maar dat is... heb ik inmiddels opgelost, maar dat hele plastic gaat weg. Dat uh, ben ik al lang uit, dat doen we anders. Het ging even om de, de verhouding. Stomme nekken, zo? Ja. ja, denk ik wel. En de politie die was dus aan mijn deur uh, vanwege uh, deze, uh, deze toestand. Ja meneer, wat zijn we aan het doen? Zet een kaars voor je raam vannacht. Kijk, dit, dit vinden we normaal. Zodat ik weet dat je op me wacht. Want dat is van, heet uh, die vent ook weer. Rob de Nijs. Maar zet een ledlamp voor je, voor je raam vannacht. Waar zijn we mee bezig? Zijn we wietplanten aan het maken of zo? Heb ik die agenten nog uh, gevraagd, echt op het hart gedrukt? Zou je die persoon die zich zo zorgen maakt, zou je die een beetje gerust willen stellen? Ja, meneer, dat gaan we doen. Ik zei ook nog tegen ze: van, morgen om twee uur uh, ga ik een handtekening zetten en dan zijn we collega's. Dan word ik buurtconcierge. Oh ja, en waar dan? Ik zei: Nou, in Klarendal. Oh, zei die. Nou, welkom bij de club. Mooi zo. Moet ik ook een diensthandhaver. <laughs> ja, ik krijg ik een pats. <laughs> ja, tot de volgende. Aan deze kant gaat alles goed volgens mij.